Goedemiddag, heren. Welkom op de persbabbel na de wedstrijd Roeselare-Leuven. De wedstrijd geëindigd op 0-0. Wij kaarten aan met de trainers Ivan Leko voor Leuven, Frankie van Relst voor Roeselare. Ivan, your thoughts about today's game? I think that it was a good football game. It's never easy when you play Sunday 3 o'clock. The atmosphere is not really for football, but I have seen my team playing good football. We had control of the game during the 90 minutes. We create enough chances. Also, Roeselare played what we knew it. That is one team who is very good organized. That everybody knows in that team what to do. They have their 2-3 chances on counterattacks. They have also the players in front who can decide. But for me, it's pity of the result, but of the way how my team played. I think that this was a good game. We created a lot. It was football. It was pressing. It was circulation of the ball against. I want to repeat it against one team that don't give you a lot. So pity for the result and I can tell you even 0-0 that I'm satisfied of the way of playing. But I need to say that the keeper of Roeselare was fantastic today. That he did it 3-4 times. That it was fantastic. But also this is part of the game for us difficult. But we are on the beginning. I said it to my players also. This is beginning. It's not final. It's not. It's pity of the points because it's. When you want to be in top three where we want to be, then every point is important. But on the long term, it's for me, it's important that we have football, that we create chances, that also today we didn't receive a goal. So this is a little bit about. Okay, thanks a lot. Frankie, goede wedstrijd, verdienstelijk puntje. Ja, verdienstelijk puntje, ik denk dat je het zo kunt noemen. We hebben daar hard moeten voor werken. Iedereen heeft echt 100% inzet moeten tonen, want ja, we speelden toch tegen de leider. Uiteraard een goed team die er aan 100 per uur is begonnen. En ik denk dat de eerste minuten komen echt wel goed weg. Als daar een doelpunt zou gevallen zijn, ja, dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal voor ons. En nu hebben we de storm overleefd. En naarmate de eerste helft vorderde, kwamen we wat beter in de wedstrijd. Kwamen we af en toe, vooral met afstandsschoten, een keer gevaarlijk zijn. Maar natuurlijk was de controle meestal bij Leuven. We gaven nadien nog echt weinig weg. En begin van de tweede helft was zo'n beetje een vervolg van het einde van de eerste helft. Totdat ze dan toch opnieuw begonnen kansen te creëren. Maar toen, dan denk ik vooral aan de redding van Gilles op de trap van Bostock. Konden we rekenen op een schitterende keeper die ons vorige week ook prachtig keepte. En vandaag opnieuw. En ons zodoende toch al aan de vierde clean sheet bezorgd van het seizoen en de derde opeenvolgend, waardoor we 7-9 hebben. Iets wat we eigenlijk wel nodig hadden, hè, met 5 nederlagen op rij. Ik denk dat het de laatste keer is dat ik het zal zeggen, maar, want het was al pijnlijk genoeg om er nu nog eens over op terug te komen. Maar goed, een reeksje, 7-9, wat echt wel nodig om onderin wat weg te komen. Als we de resultaten bekijken van dit weekend, valt het allemaal goed mee voor ons. Dit is echt wel een goed punt dat we behaald hebben op basis van heel veel strijd. En op basis ook van de wedstrijd van Gilles. 7-9, ja. Derde week op rij ook de 0. Ja, heb ik gezegd. Dus inderdaad, ja, een paar weken geleden een schikking doorgevoerd. Laten we zeggen dat nog altijd, ook 3 wedstrijden later, nog altijd zijn vruchten afwerpt. Zowel achterin als op het middenveld, waar we in de persoon van Marcos een rustpunt hebben, een voetballer hebben. Die de bal wat beter in de ploeg kan houden dan wat we voordien hadden. Ik weet ook wel dat we vandaag vooral op eigen helft geopereerd hebben. En dat het bijvoorbeeld moeilijk was voor een Kennedy. Maar dan kwam dan ineens op het eind van de wedstrijd. Kreeg het een beetje op zijn heupen, kwam hij echt wel goed in de match. En zorgde nog voor wat dreiging. We hadden ook nog Jimmy aan de tweede paal, die door een eigen speler van ons, ik weet niet meer precies wie, werd afgeblokt. Maar goed, al bij al is dit een punt dat we moeten koesteren. Want op basis van de kansen had Leuven natuurlijk verdiend van te winnen. Maar wij hebben daar
karakter tegenover gezet. En ja, goed, de tegenstander toch moeilijk gemaakt ook. En goed, als je blijft aanklampen en je kan dan rekenen op een goede keeper, dan kun je ook een puntje meepakken tegen Leuven.